Zien jullie iets anders dan mij? Ik weet het, ik heb de snelste bril ter wereld. Vandaag spelen we een spel die jullie allemaal... Het is Fortnite. Ja, nog altijd. Ik weet niet waar fucking spel nog altijd spel. Zou dat al heel lang bug moeten zijn, maar op de een of andere manier zo slacht en zo saai. Na een tijdje spelen dat het wel leuk wordt. Op een bepaald moment wil je je controller gewoon door je fucking raam gooien, maar dan begin je toch gewoon weer te spelen de volgende dag, omdat je denkt van... Hey, ik heb toch niks anders te doen in mijn leven. Ik bedoel, ik ga niet naar school. Ik heb wel een snelle bril. Geen diploma. Maar dus, we gaan Fortnite spelen. En er is twee dingen waarom ik echt denk van, hey, dit spel. Why the fuck is deze skin weer in de winkel? Het is geen Valentijn. Ik heb deze skin gekocht omdat ik dacht van, hey, zelfs als een kerstskin. Als je deze hebt, dan kan je die nooit meer kopen. Nee, het is echt al de derde keer of zo dat deze weer in de shop is. Hey, Epic Games. Deze... Twee, Tilted Tower gaat niet weg. Ik weet niet wat sommige mensen zeggen van hun Tilted Tower. Dat kan niet. Hetzelfde alsof MW2 rust uit het spel gehaald zou hebben. Dat kan niet. Dus zeker een duimpje omhoog als jij denkt van hey, Tilted Tower moet blijven. En zet in de comments als jij denkt van hey, Tilted Tower moet echt weg. En zeg dan ook waarom. Want ik snap echt niet waar de fuck Tilted Tower weg zou moeten gaan. Ik bedoel, het is de hoofdstad van Fortnite. Snap je, ze kunnen dat deel van de map niet wegdoen. Als ze dat wegdoen, dan moet iedereen terug naar Greasy Grove. En wie de fuck gaat? Niemand! Dus deze video is een petitie. Als we 15.000 likes kunnen halen, blijft Tilted Towers. Waarschijnlijk als deze video online staat, is Tilted Towers al weg. Als dat zo is, dan is dit de laatste keer dat ik in Tilted Towers ga droppen. Tilted Towers is meer dan alleen een map. Het is een plek waar de beste Fortnite-spelers samenkomen om te tonen wie nu gewoon de beste loot heeft en wie het eerste kan killen. Op aanvraag van iedereen wil ik die nieuwe game mode. 50v50, ik zit in team met Charisma. 1000 of 10.000. Hallo? Hoor mijn team niet. Hoe kan ik spelen zonder team? Sowieso Tilted Towers. Het is tijd om te tonen aan Tilted Towers voor de laatste keer wie de beste Fortnite player ooit is. En de beste Fortnite speler heeft geen loot. Hey, geef mij een geweer. Geweer. De broer. Thanks, man. Kijk, we hebben een handgun. Daarmee kan ik alles doen, want ik ben de beste Fortnite speler. Woe. Dit is de nieuwe light machine. Ik heb nog niet eens gespeeld met deze. Voor 50v50 is het hier wel best rustig. Het is de laatste dag van Tilted Towers. Waar is iedereen? Duidelijk blijft Tilted Towers. Iedereen die zag dat weggaat en... Die komeet in de lucht. Ik weet niet waar hij is, maar hij is weg. Dus Tilted Towers blijft. Waar de fuck zijn de mensen? Ik ben gedropt in Tilted Towers om mensen te killen. Ik zie niemand. Ik heb een fucking light machine. Dit is echt heel raar. Ik bedoel, het is typisch als ik een video opneem dat ik niemand tegenkom. Ik ga stiller zijn. Ja, ik weet dat ik te luid ben, maar er zijn geen mensen in Tilted Towers. Kijk. Denk jij dat... Sorry. Denk jij dat Tilted Towers weg gaat gaan? Oké, dank u wel voor de inbreng. Doe mijn deur gewoon dicht, dank u. Dat was even een korte intermezzo, nu gaan we terug naar mensen killen op Fortnite. Hallo, dit is zo'n game, ik ga één iemand tegenkomen en ik ga doodgaan. Dan heb ik niks hier aan. Dan kan ik dit niet eens op YouTube zetten. Dit is misschien wel het meest intense potje Fortnite van mijn leven. Hallo, daar is mijn teammate, Charisma. Fuck up, bro. En als Epic Games toch zo beslissen om Tilted Towers te verwijderen, dan is dat echt de fakeste actie ooit. Ik heb echt heel veel geld in dit spel gestoken, ja? Ik heb iets van inbreng. Dus alsjeblieft, doe het niet weg. Ik wil echt niet terug naar Greasy of naar Pleasant. Ik wil gewoon Tilted Towers. Niks anders. Tilted Towers. Godverdomme, 3 airdrops. Nice. Oké, ik zie het eerste slachtoffer van mijn geweer. En ik denk dat het de blauwe helm is. Woe! Yes. Hey vriend. Kijk, die skin. Nee, daar spelen we niet mee. Snap je? Dat is die kikke. Oeh. Oeh, er is er iemand met een fake skin. Dat is mijn skin, maar dan fake. Je sukt, vriend. Je verdient deze skin niet. Hey. Oeh. Opeens spawnt er hier een heel team. Ja. En ik ga niet gerevived worden, want er is hier niemand van mijn team. Ik kom een heel fucking game niemand tegen dan dit. 50v50. Is vreselijk. Ik speel dit niet meer, what the fuck. Lijk ik nu op een zwerver? Waarschijnlijk wel. Ik zou er niet zoveel problemen mee hebben om op straat te slapen en zo. Ik zeg het maar, snap je? Stel, alles valt in mijn leven en opeens ben ik blut en ik zou er geen probleem mee hebben om geld te vragen aan mensen en zo. Ik kan niet lopen. Mijn mannetje wil niet bewegen. Hey, nice update. Nee, ik kan niet bewegen. Ja, dan wordt het wachten tot ik dood ga. Ik kan niks doen. Dit is fucking nice. Hallo? Man, deze updates van dit spel zijn... Oké, nu is het tijd om mensen te killen, want ik ben klaar. En ik heb een kill met mijn trap. Fucking nice. That's pretty nice.
En hier hoor ik iemand. En ik loop ook in het... Doe maar je dansje, vieze. Ik hoop dat je... Derde keer is de keer dat ik een potje ga winnen op mijn kanaal. Onthoud die woorden. Ik ben net weer doodgegaan. Ik heb geen resources. Pretty nice. Dat is omdat veel te towers weg had, snap je? Ik heb stress. Vergeet wat ik daarnet zei. Ik win dit potje wel. En ik drop ergens anders van fuck tilted. Kijk, ik ben niet ergens weg gehad. Het kan me echt geen moer schelen. Kijk, als tilted weg had, dan drop ik wel. Hey, kom. Kom nu. Nee, ik dacht het niet, vriend. Niet vandaag. Ook niet morgen. Jullie denken dat ik naar het strand ben geweest vandaag? Ik ben... Nee. Nog altijd wit. Nog altijd vampierlijf. Ik denk, ah shit, er is herres op straat. Kijk, vriend. Het was leuk om mij gespeeld te hebben, maar dit was jouw potje Fortnite voor vandaag. Bedankt voor de participatie. Ja, bedankt. Heel veel mensen kijken waarschijnlijk naar mij omdat ik gekke plays maak. En omdat ik rare shit vertel terwijl ik plays maak. Maar ik ben zeker dat er een deel van de mensen ook gewoon kijken naar mijn video's. Omdat ik een aantrekkelijke persoonlijkheid heb. Dat is nice. Oh. Hij is weggelopen, denk ik. Hij had gezien dat ik het was. Is dit verstoppen? I'm gonna fuck you up, man. Kijk, er wordt niet meer gespeeld met mij op Fortnite. Je moet me niet eens testen. Niet eens met je shotgun proberen te schieten, vriend. Het is al gedaan als je mij tegenkomt, snap je? Ik heb allemaal mooie geweren in mijn inventory, waarmee ik jou helemaal naar de... vriend. Nee. Kijk, dit is een heavy shotgun. Ik vind hem niet goed, maar ik ga hem toch meenemen om te tonen dat ik plays kan maken met elk gun. Een goede Fortnite-speler speelt met elk geweer. Nee. Kijk, ik weet niet hoeveel keer ik het ga moeten uitleggen, maar als je uit mijn rug komt en je schiet en je mist, dan is het ook gedaan. Ik fok echt niet met deze plek en ik vind dat de loot hier echt kut is, maar ik heb echt al 3 van die dikke potten gevonden hier. Doe, ze zijn dik. Fucking dikke pot. Dat is fucking nice. Weer een dikke pot. Nog een dikke pot. Fucking nice. Ik denk echt dat ik al 4 dikke potten heb gevonden ofzo. Deze plek alleen. That's pretty nice. Geef mij een scar. De portafart! Want mijn mama gaat weer vies bij. Porf! Rustig. Chill. Portafart! Fortport! Je kan dit ding echt super agressief gebruiken. Ik ga eens kijken als ik nog iemand kan killen, dat ik dit ding gewoon als wapen ga gebruiken. Kijk, stap 1 is iemand vinden. En ik sta in het midden van de cirkel. Maar ik heb gezien dat er daar zo'n grote loot drop is. Dus ik ga gewoon naar daar gaan en er gaan wel mensen naar daar komen. Er gaat een golden scar in mijn doos zitten. Ja, ook goed. En er zijn daar weer mensen aan het weg. Portafart! Kijk, de guy die al heel de tijd vies aan het campen is, daar neuk ik straks wel. Ik denk dat ik dit potje ga winnen. En elke keer als ik dat zag in de video, win ik niet. Maar dit is de eerste keer. De eerste keer dat ik ga tonen dat ik echt de beste Fortnite-speler ooit ben. Kijk, daar zie ik iemand lopen. Die heeft mij waarschijnlijk ook al gespot, maar hij heeft geen skin. Dus, I'm gonna fuck you up, man. Ik weet nog niet precies hoe ik hem ga neuken, maar hij zit daar... Hey, get the fuck out, mate! Hey, dat was echt wel een van de slechtste spelers ooit. Ik heb weer geluk. Ik ga deze shit hier laten liggen als bait. Oké. Wow, ik wist niet eens dat je dit kon maken. Fucking nice. Als er hier iemand intrapt, dan weet ik het ook niet meer. Ik doe what the fuck. Pretty nice. Oké, daar zie ik iemand. De long shot kill. Een klassieker op mijn kanaal. Ik ga even naar daar gaan en ze alle 2 killen. Dan zijn er 2 players minder en dan win ik deze game easy. Ik heb geen tactiek nodig. Ik knuk ze gewoon helemaal. Ik meen het, als je zo dingen doet en je choked, dan verdien je het niet eens om mij te killen. Dus ik ga even naar daar gaan. Gewoon die 2 guys hier killen. Kijk, de classic kill. De classic. Ja, dat is een acid classic. Oh, nog één. Part 2. Oh, what the fuck kan dit? What the fuck? Ik ben fucking nice. Dat was echt weer fucking veel geluk. Sorry, ik ga niet liegen. Dat gebeurt normaal nooit. Maar ik ben de beste, dus... Yo, vriend. Dat proberen we niet eens. Mij stiekem RPG in mijn rug. Nog 4 mensen, het is gedaan. Ik heb hier net allemaal kills gemaakt. Ik heb ook nog altijd mijn portafort bij. Om die aggressive portafort play te maken. This game is in the pocket. Ik heb niet eens stress. Misschien een beetje. Maar niet veel. Ik heb niet eens... Oh.
Wat is er mis met de mensen die dit spel spelen? Hoe kan je nu zo fucking slecht zijn? Ik bedoel, ik wist dat je slecht kon zijn in Fortnite. Maar als je in de laatste 5 zit, of in de laatste 4, dan mag je echt niet zo spelen. Dat kan echt niet. Ik moet echt plassen. Waarom moet ik altijd dringend plassen als ik op dit moment van de game ben? Ik moet winnen. Ik moet even mijn brein gebruiken en dit potje winnen. De spanning stijgt. Het bloed is naar mijn hoofd aan het gaan. Ik ga dit potje clean winnen. En ik ga dat doen door deze persoon zijn rug te neuken. Want ik ben die echte vieze rugger. Maar waar is hij? Nog één iemand. Dus de 1v1. Die ik de vorige keer heb gechoked, ga ik nu winnen. Easy. Nee. Ga niet gekild door de basic skin. Alsjeblieft. Niet gekild door de... Aggressive port fort. Oké, dat was de aggressive port fort play. A classic. Oh, 13 levens. 13. Twaalf kills. Klaar. Deze video is klaar. Dames en heren, klaar. Ik wil graag mijn mama bedanken. Mijn papa. Onderin was deze play niet mogelijk. Ik ben gewonnen. Dames en heren, bedankt om te kijken naar deze video. Vond je het nu leuk? Smash dan zeker een duimpje omhoog. Ik hoop dat jullie de leuke video vonden. Ik ben gewonnen. De eerste win op mijn kanaal. Jij, stop maar met die dance move. Het is klaar. Bedankt om te kijken. Dat was het dan. Os. Ik dacht dat ik nooit ging winnen op mijn kanaal. Eindelijk. Hoeveel video's heeft dat geduurd? 10 of zo? Hey, but we won. Tot de volgende keer. Bye. Hello. That's pretty sick, man. Hey. Moest er boxwedstrijden zijn in de Nederlandse YouTube community? Hey. Ik ga even een call-out gooien naar die Chinees. Zo gaan wij. Hey, kom 1v1, vriend. Ik breek je. Vriend. Sorry, oké? Dat was een grapje. Edgy.